ons even verdiepen in het damspel, dames en heren. Want u heeft natuurlijk allemaal gelezen dat de wereldkampioenschappen dammen hier gaan plaatsvinden. En wij nodigen hieruit de Nederlands kampioen Harm Wiersma, ja, en de wereldkampioen. En naast hem de heer Anatoly Gantwarg de Rus. Hallo. Hallo. Ja. De Rus links en meneer Wiersma rechts. Hartelijk welkom. Harm Wiersma, wat spreken jullie samen? Want dit is, jullie zijn heel laat gekomen vanavond. Ja, nou, wij spreken altijd Frans met elkaar. Frans. Ja. Vous parlez français? Het is een tout petit peu. Moi aussi. Nou, dan gaan we even praten en zo nu, dan vertaal je wat, en ook als ik het wil vragen, ja, graag. Harm, gisteren was het de eerste wedstrijd van de 20. Ja. En die gaan 40 dagen in beslag nemen, al die wedstrijden. Ja, iets korter hoor, maar ja, het is in ieder geval, ja, een hele tijd. Was het een mooie wedstrijd? Ja, nou, ik denk dat mijn tegenstander er minder tevreden mee was, want hij ging bijna de boot in dus. Vous n'êtes pas content d'hier? Le parti? Le parti? Non, content. Content, zie je? Hij zegt wel. Ja, nou ja, goed, als hij... Pardon? Content, resultaat, maar pas partij. Resultaat wel, resultaat, partij, ja, nee. Hoe heet dat in het Frans? Jeu de dame. Jeu de dame. Ja. Aha, nu worden alle feministisch giftig. Want, partij voor de dames, ze spelen het eigenlijk niet in hogere regionen, hè? Vrouwen spelen niet dam op wereldniveau. Ja, zeker. Ja, er is zelfs een Russische wereldkampioen. En dan wordt hier ook in Nederland wel door vrouwen gedampt. Ja, het zou iets meer moeten gebeuren, vind ik. Maar ja, ze hebben het spel blijkbaar nog niet ontdekt. Ja. Dan en Russie. On joue ça? Oui. Les femmes aussi? Oui. Een aardige man, hè? Ja. Vous êtes très gentil. Oui. Je hebt je voorbereid op dit wereldkampioenschap met Tony Sijbrands, oud-wereldkampioen. Is hij die vanavond eigenlijk? Nee, hij zal thuis zijn. Het is ondertussen natuurlijk wel Ton geworden. Hij is ook al 32. Ja, ja, god, wij dammen al jaren. Hè, dat, ja. En wij zijn, ik ben tenslotte op mijn 9e begonnen. En Ton op zijn 12e of 13e, geloof ik. Heeft hij je goed geholpen met de voorbereiding? Jazeker. Ja. Ja, hij is een enorm theoreticus. En dat heb ik ook wel nodig, ja, hoor. Want, heeft hij er ook een? Heeft hij ook een Ton Sijbrands meegenomen uit Rusland? Ja, hij heeft ook een van de sterkste Russische spelers, Nikolai Mitschansky. Il est venir. Il est bien? Oui. Vous êtes content, Nicolas? Oui. Second. Goed zo. Het wordt een beetje gekleineerd ten opzichte van schaken, hè, dammen. Het zit ook in de spelletjesdoos en schaken niet. Nee, nou ja, goed. Ja, dat is in feite wel jammer, hoor. Want volgens mij wordt het spel inderdaad nog steeds iets achtergesteld ten aanzien van het schaken. Maar dat het in de spelletjesdoos zit, dat komt misschien omdat het zo makkelijk te maken is. Omdat het alle schijven dus gelijk zijn. Mm-hmm. Maar nou ja, goed, het is aan de betere hand. Ik bedoel, dit toernooi wordt bijvoorbeeld geopend door een Prins Klaus. En zelfs van die kant... Ja. Is er interesse. En, het zou toch leuk zijn als Brezhnev erbij was geweest, hè? Ja, ja? Ja, nou ja, goed, maar is, die krijg je hier niet zo makkelijk. Nee, maar is daar wel... ja, vertaal het even, want anders ga ik in de fout. Ik bedoel het goed. Ja. Opent Brezhnev daar ook zo'n toernooi? Als le... le président. Le président de l'État. Monsieur Brezhnev, hein? Il ouvert normalement aussi des tournois. Je pense pas tellement. Il ouvert jeu de Olympique. Ah, il doet de Olympische Spelen alles tegelijk. Ja. In één groot tijd. Ja. Oké. Okay, ja. Hij is hier niet alleen. Hè? De minister van de Russische sport is meegekomen. Ja, van het gedeelte van Rusland waar hij woont, hè? Van, ja, Wit-Rusland. Votre ministre est venu avec vous en Hollande. Oui, ministre de Biélorussie. Il est, où est-il? Quelque part. Mais il est là, hè? Ja, hij is er, hoor. Ja, de minister. Oké, Harm, hoe gaat het verder? Wat is jouw beroep? Mijn beroep is trainer-coach van de Dambond. Ja. En daarnaast ben ik ook damverslaggever. Ja. En wat is zijn beroep? Quelle est votre profession? Vous avez une profession? Mathematiek. Mathematiek? Oui. Ja, dat dacht ik al. Wiskunde is dat, hè, of niet?
Dus ja, stopt al die clevere denkwerk. Ja. Oké. Vous avez promis de jouer un jeu très vite. Très vite. Très vite. Vite. Une partie dans quelques minutes. Ja, een partie. Ah, oui. Ze gaan nu deze twee hele groot. Oh. Weet je wat mij zo opvalt bij die schakers, hè? Karpov en Korchnoi? Ellende met schotten onder de tafel, gemene trucs met reflecterende brillen. Ja. Jullie zijn, maken althans de indruk dat jullie vrienden zijn, is dat zo? Ja, nou ja, u hebt toch zelf ook laten merken dat u hem aardig vindt. Ja. En dat vind ik ook. Ja. En daarnaast, ja goed, mijn sympathie voor Rusland, dat is dan wat anders, want dat ligt, die ligt wat minder hoog. Maar, dan ten aanzien van hem... Je kan leuk met z'n dammen. Ja, maar ja, ik probeer hem wel te verslaan natuurlijk, ja. Hè, zo is het wel. Ja, maar, je wil hem wel, nu ook, wil je hem echt verslaan nu? Of is dit een grap? Nou, ja. Vous voulez gagner? Ja, ik ben er bang voor wel. Nou, okay. Ik bedoel, ja, zo voor tv is dat natuurlijk wat anders. Oké, okay. Ja. Ga maar aan de gang. Bon parti, zeg. Hartstikke idee. Ja. Moet je niet op die klok? Lele. Ja, tijdnood is iets vreselijks in dammen, hoor. Dat, dat betekent dat je er maar weinig tijd hebt. Hè. Nou, nu wordt er over en weer een beetje geruild. Dat noem ik slaan? Ja. Had je dat niet gezien? Ja, maar we staan nog steeds gelijk. We staan nog steeds gelijk, maar... Het gaat erom dat je op een bepaald moment naar een goed eindspel toe werkt. Hè? Dat, het is nogal een strategisch spel. Kijk, die man. Ik vind het wel leuker dat mensen zeggen je niet. Hè? Ja, maar op dat niveau ligt dit zeker niet. Dus, nou. Er is ook sinds kort een computer uit en ik denk dus dat de meeste mensen dat er wat van zullen verliezen. Hou nou je mond, want die man wordt er zenuwachtig. Kijk hoor. Ja, meestal als de mensen de wat mindere goden dus dammen, dan is één schijf voor of achter is al heel veel. Of is niet veel, maar bij ons spel is dat meteen beslissend. Even kijken. Volgens mij staat hij voor hoor. Nou, hij heeft een iets aanvallende stelling, maar ik heb hem wel een beetje in de klem. Je hebt een 9, hij heeft een 10. Oh. Zo, dan is er iets gebeurd wat niet mag. Oh. Misschien dan neem ik een hekstelling in. Ja, dat moet wel. Nou ja, goed. Als het zo doorgaat, storen we straks de piraten. Ja, nu sta ik er dan één voor. Laat spijtig je. Ik sta er nu maar één voor, maar als dat voldoende is, weet ik niet. Ik zou zielen. Nog lijkt het alsof ik hem in de klem heb, maar hij kan nog ontsnappen. Nou ja, goed. Ik krijg er zo warm van. Heb je een klem? Nou even wel. Sla je gek? Ja, ik geloof dat hij... Nou, hij had twee dammen. Dit wordt remise, hè? Nu? Wie, remise? Ja? Je moet hem wel zien. Et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et n'oublie pas votre jasje. En Harm, heel veel succes donderdag in je eigen Friesland.
En je hoeft hem niet in te maken, maar even winnen is leuk, hè? Hartelijk dank jullie beiden.